Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag weer een nieuwe episode, episode 14. En ik wil jullie even iets uit gaan leggen. Random Zeppelin. Wauw, ik ben hier een beetje gaan uitstippelen op creative in mijn vorige onderwereld. En dit heb ik gemaakt, ben ik mee uitgekomen. Ik wil jullie wel laten zien hoe mijn gewone wereld eruit ziet. Zit ik nog op peaceful? Ik sta nog op peaceful, sorry. Kun je laten zien hoe mijn creative wereld eruit ziet. Zo. Zoals je ziet heb ik een beetje lopen kloten. Zoals je ziet, dit wordt het chest room. Zoals jullie zien, ja, ik ben van alles aan het proberen. En ik laat het ook allemaal gewoon staan. Omdat, ja, dat lijkt me best leuk om, om daar later nog aan terug te kijken. Hoe ik het allemaal heb getest en zo. En, dit wordt dus een chest room. Twee hoog. En op de tweede verdieping wil ik een brug naar die terrasje. Naar dat terrasje. Laten gaan, zo. Tjoep. En dat ik vanuit mijn huis zeg maar hierin kan en eruit en zo ook daarheen. En dit wordt de opslag met superveel chests. Ik denk ieder vier hoog, in het midden nog, hier nog, echt superveel. En erbovenop ook. Net zoals op mijn eerste let's play. Alleen ja, zoals jullie weten is die helaas niet door verder gegaan. Was mijn, oh short, ik zat aan het denken hè. Het is redelijk veel view en ja, het ziet er nog goed uit. Ik heb nog goed FPS ook, dus dat is wat chill. Dit zijn een paar supplies die ik tot nu toe heb. En dit wordt eigenlijk een soort van ding die ik veel of off-screen zou bouwen of veel in livestreams. Dus natuurlijk ga ik er ook nog gewoon video's van maken. Dat wil ik ook nog gaan doen. Alleen het meeste van dit ga ik tijdens livestreams bouwen. Dus de komende tijd als ik bouw dan doe ik dat via streams. En dan zien jullie ook in bijvoorbeeld episode 15 of zo in één keer misschien een hele grote vooruitgang. Omdat ik dus in één keer heb gestreamd en in één keer een heel groot deel heb gebouwd of zo, weet je wel. Dus ja, dit wordt niet alleen voor mijn let's play. Ik wil wel een paar keer, bijvoorbeeld als die nog niet af is, een keertje zoals nu, eraan bouwen even een klein beetje. Maar meestal gaat dit gewoon voor de stream worden. Lijkt me best een leuk projectje. Ik kan hem net zo maken als mijn eigen huis. Ik vind mijn huis nog steeds super vet. En zoals jullie zien, het licht doet het. Nog steeds. Ik zit in 1.5.1. Net geüpdate. Er zijn een hele hoop bug fixes. En ja, meer eigenlijk niet. Iemand die zei dat ik een glas was vergeten. Nou, dat is niet waar. Die had ik naderhand nog gezien. En toen heb ik die erop geplaatst. Dus ik had hem gezien. Ik vind het wel altijd chill dat jullie dat in de reacties plaatsen. Dat vind ik wel, wel chill. Dat helpt mij ook natuurlijk. Ja, deze video wordt niet zo heel lang. Want ja, ik heb op dit moment niet echt iets om te doen. Oh, wacht. Ik had jullie beloofd om iets met jullie te gaan doen. Hè? Ik zou gaan caven. Ja, ik zou gaan caven. Waarom doe ik dat hierin? Laat ik dit maar gewoon hierbij doen. En deze hierbij. En dan dingen die ik niet nodig denk te hebben, zoals mijn shovel en mijn axe, die heb ik niet nodig. Deze heb ik niet nodig. Dit hier, deze mee. En dan gaan we even een cave opzoeken. Dan gaan we even caven. Dit is efficiency. Ik neem ook silk touch meteen mee, denk ik. Ik wil pijlen meenemen. Ik zie hier geen pijlen. Wat de... Hallo, schaap. Oké, ik begin een beetje te laggen hier. Twee pijlen, dat is ook niet echt wat ik wil. Ik doe hem even gewoon op tiny. Waar is mijn pijlen? Waar zijn mijn pijlen? Ik had laatst een hele hoop pijlen gemaakt. Oh wacht, die zit natuurlijk in die chest daar. Kom op, ren. Goed zo. Ik neem kip mee als eten denk ik. Gewoon omdat het kan. Oh, deze chest bedoel ik. Kom op. Ook niet. Wit. Waar zit mijn... Hier zit eieren in als het goed is. Ja, zie je. Waar zijn mijn pijlen dan? Interessant. Lol. Nee, maar ja, ik zou even gaan caven voor jullie. Dat zei ik de vorige episode. Dat doen we nu. Op dit moment ga ik caven. Oh, hier. Ah, zie je wel. Ik wist dat ik nog pijlen had. Power 3 boog. Nog wat toortjes meenemen. Natuurlijk hout meenemen. Ik zeg niet hout. Dit zijn trouwens echt superveel eten. Moet kijken hoeveel appels dat ik heb. Dat is niet normaal. Laat ik hier maar even gewoon 32 van maken. Omdat het kan. Gewoon.
eten. Zo. Nog wat hout. Waar heb ik nog wat hout meer liggen? Niet bij. Moet je zien, ik heb 10 blokken van diamonds. Redstone, lapis. Oh, ik kan mijn silk touch meenemen. Silk touch unbreaking of silk touch efficiency. Laat ik deze maar doen. De efficiency nog niet. Ja, deze is bijna kapot en die wil ik binnenkort misschien gaan repareren of combineren met deze. Of ik enchant gewoon een nieuwe pickaxe, want ja, deze krijg je best wel vaak, deze enchant. Dus hoef ik niet per se te repareren. Ik doe eventjes een F3, F2 screenshot van mijn coördinaten van mijn huis. Want dan raak ik die daar straks kwijt en dat zou eigenlijk wel heel vervelend zijn. Heb ik alles? Ik heb pickaxes. Een paar bouwblokken, nou ja, maakt dat niet uit. Neem ik wel, dat krijg ik vanzelf wel trouwens. Nog iets meer dat ik mee moet nemen, denk ik. Nee, voortje laat ik hier. Ik heb trouwens wat ijs meegenomen uit de ice biome. Ik weet trouwens niet hoe lang deze episode wordt, want omdat ik nu ga caven, dat is wel leuk. Ik zou niet echt non-stop caven. Misschien dat ik halverwege zeg van ik ga nu weg en dan zie ik jullie zo weer. En dan zie ik jullie de volgende episode bijvoorbeeld. Dat zou heel goed eens kunnen zijn dat ik dat ga doen. Kijk, al die schapen die ontsnappen uit die vensters. Is echt super raar. Dat is een bug van 1.5 volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. Net zoals paintings die je niet meer kon plaatsen. Volgens mij hebben ze dat gefixt trouwens in 1.5.1. Maar dat weet ik niet zeker meer. Hallo varkentjes, hallo. Een jungle. Laten we even de jungle ingaan. Misschien dat hier ergens een cave zit. Ik heb geen minimap, ik heb geen... hoe heet dat? Timbermod meer. Oeh, hier is een cave. Oh, daar ben ik al in geweest, zo te zien. Hey, dit is Extreme Hills. Weet je wat, ik denk dat het beter is als ik even... even een cave ga zoeken en dat ik jullie dan zie wanneer ik weer een cave tegenkom. Dus, ja, tot zo. Ja, tot zo. En daar ben ik weer. En volgens mij heb ik wel een veelbelovende cave gevonden. Mijn coördinaten zijn 2800, 400. Dus ongeveer 600 blokjes weg van mijn huisje, zoiets. Ah, ik kon net geen torch plaatsen. Waarom niet? Oh ja, ik heb best goede zwaard, hè. 2 hit kill, dat is wel nice. Ik heb trouwens Optifine voor 1.5.1, die is al uit. Die heb ik ook al, dus dat is mooi. Toch is er iets aan de controls, de way move. Nee, even serieus. Toch is er iets aan hoe ik, ja, hoe het voelt niet echt heel geweldig smooth. En ik ben niks aan het doen op het moment. Dus ik weet niet waar het aan ligt. En ik weet ook niet hoe ik het kan fixen, maar ik pak even wat van dit kool. Ja, we weten natuurlijk allemaal dat tijdens het geven dat je kool nodig hebt. Ja. Ik zat zo te denken om een Q&A te gaan doen. Dan komt er nog een video over. Maar de laatste keer dat ik de Q&A wou opnemen, ging mijn opname ging helemaal trippen en zag ik echt totaal niks van de Q&A terug. Je hoorde mij zeg maar alleen maar praten, dus ik ga even een andere video nog maken erover. Daar krijgen jullie allemaal nog te zien op mijn kanaal. Komt vanzelf online te staan. En dan, ik dacht dat het een redelijke cave was eerlijk gezegd, maar en dan komen jullie vanzelf, krijgen jullie dat te zien dus. Oké, als deze cave nu al uitgekeefd is, is ook niks. Het gaat hier nog heen. Oké, nog een beetje iron hier. Daar ook nog, dacht ik. Oh, hier zelfs nog een deel van de cave. Kijk eens aan. Dat is best wel een grote cave nog. Mooi. Ik wil eigenlijk heel veel iron en zo. Ik wil eigenlijk gewoon alles meenemen wat ik tegenkom. Stoute zombie. Ja.
Stoute jongen, hè? Oké, sorry jongens. Wat? Ik had toch twee. Het is laatste, dames en heren. Zien jullie dit? Is ontiegelijk raar in 1.5. Dan moeten ze echt nog even een beetje... Ja, zien te fixen. Want je kan niet meer snel plaatsen. Dat is nogal irritant, vind ik. Ik vind het heel vervelend. Laat ik even hier naar beneden gaan, denk ik. We gaan toch steeds dieper aan, want we willen op een gegeven moment toch wel wat diamonds vinden. Dus, laten we dit iron nog even meenemen. Ja, veel mensen die vroegen weer eens of ik weer een keer een cave episode wou gaan maken. Dus, vandaar. Ja, ik vind het nog wel leuk om te doen, maar ik vind het bouwen ook steeds leuker worden. En aangezien dat ook heel veel mensen het bouwen leuk vinden, dacht ik van, ja, dan maken we bouwen episodes. Maar ja, jullie vinden het ook leuk om caven te zien, dus vandaar. Weer even wat cave video's. Ik hoor hier spiders, dus ik denk dat ik of een spider spawner heb gevonden, of ik ben bij een band mineshaft. Dus het zien of het was gewoon in, nee, het was gewoon in cave. Oh. Nou, kijken, dan komt daar die skeletons daar nog naar tevoorschijn, zie je wel. Ik moet eerst eten. Ga weg, skeleton. Die skeletons die zijn echt gewoon nu ontiegelijk moeilijk om te killen in de 1.5. Dus het liefst vermijd ik skeletons. Ik heb skeletons meegenomen natuurlijk voor de diamonds. Ik wil binnenkort ook een keertje weer naar de nether toe gaan. Een hele quartz halen. Ik denk dat ik dat gewoon offscreen doe. Dat is niet echt zo leuk om te filmen in ieder geval, vind ik. Dus dat ga ik gewoon offscreen doen. Een hele quartz halen. Ik weet ook dat quartz met Silk Touch en Fortune ook meer uit kan krijgen. Ach, kom op man. Dus ja. Oh, mijn diamond chest piece is bijna kapot. Jezus. Moet ik die ook weer eentje nieuw gaan maken. Ik denk dat ik na de cave episode wel level 30 ben. Dan denk ik dat ik een nieuwe chest piece doe. En dan ga ik eventjes gauw AFK staan bij de XP grinder. Dan ga ik ervoor zorgen dat ik level 30 heb. Dan ga ik een boek enchanten. En dan hoop ik meteen op een breaking 3 of zo. En dan zet ik die op mijn chest. En dan heb ik dus een chest met een breaking 3 erop. Althans, als het de chest meteen een nice chest is, hè. Als ik zoiets heb van, nou, dat is me niet waard, dan doe ik dat niet. Dan doe ik dat weer bij de volgende. Maar de chest piece, die gaan het snelst. Daarna de helm en zo. En, wauw. Oké. Ja. Deze wil ik trouwens ook een breaking op hebben. Het kan met de boeken tegenwoordig. Dus dat is chill. Dan ga ik proberen om dat voor elkaar te krijgen. Zo, wat iron meenemen. Hoeveel iron heb ik al? 38. Moet je kijken hoe snel dat je inventory zich vult met troep. Dat is echt niet normaal. Weg jullie. Ik neem weer wat kool mee. Gewoon even omdat het kan. Ja, normaal zou ik dus vragen beantwoorden uit de reacties tijdens een cave episode. Maar ik denk dat ik... dat ik dat nu niet ga doen. Dat ik gewoon een beetje probeer te vertellen. Ik ga nog even denken over wat ik überhaupt kan vertellen. Oh ja, zondag. Ik denk zelfs dat deze video net voor zondag wil upload. Zondag ben ik jarig. Yeah! Dan word ik 17. Haha. Super awesome natuurlijk. Nee, ja. 17 jaar. Je kan eigenlijk niks meer. Het is gewoon een jaartje ouder, maar... Ja, je kan beginnen met je rijbewijs trouwens, van je auto rijbewijs. Maar that's it. Ik bedoel, bij 16 mocht ik eerst voor het eerst legaal drinken, zeg maar. Maar bij 17, ja, je kan niet echt meer. Bij 18 ben je volwassen. Dus ja, 17 is eigenlijk gewoon een soort van tussenjaar of zo, weet ik veel. Maar ik weet wel dat bij 17,5 of 17,5 of 17 gewoon zelf zo, dat je dan voor theorie al op kan voor je autorijbewijs. Ik weet niet of ik dat ga doen. Nu al. Hey, creepertje. Gezellig. Ben jij ook hier? Zo doen we dat. Afhandelen.
Maar ja, ik weet dus niet of ik dat nog ga doen. Of ik dat meteen ga doen. Of dat ik dat bij 18 jaar ga doen. Ik denk dat ik dat pas bij 18 ga doen. Maar ja. Weet je wat het is? Het lijkt me wel chill om rijbewijs te hebben in ieder geval. Maar ja. Ik denk echt dat ik... Ja, ik denk dat ik dat gewoon pas bij 18 ga doen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ligt eraan hoe het alles loopt, weet je. Ik kan van tevoren nooit zeggen hoe... Je leven loopt, dus ja. Oh no, skeleton. Hallo, skeleton. Ik kan wel zeggen hoe jouw leven loopt. Niet meer. Nog een skeleton. Jezus, wat is het druk. Hey, what the fuck? Oh, dat was glitchy gravel. Ja, jongen, tuurlijk. Oh mijn god, die... Oh, ik heb zoveel geluk dat ik verdervalling heb, hè. Maar die skeletons, jongens. Jezus Christus. Die zijn nu echt te overpowered. Dat kan gewoon niet. Dat kan echt gewoon niet. Dat is gewoon... Nee, dat kan eigenlijk gewoon niet. Ik ben wel meteen op diamond level. Dat is in ieder geval wel een pluspunt. Dus, kans op diamonds. Maar ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Jezus, wat heb ik een geluk, zeg. Hé, kom op. Ja, zaterdag ga ik ook feest geven voor mijn vrienden. Die komen dan hierheen. Gaan gewoon een beetje met z'n allen drinken. Misschien even gamen of zo, weet ik veel. En ja, ik denk niet dat ik dit weekend veel zou streamen. Misschien vrijdag nu even. Ik denk zelfs dat de stream... Ik denk dat ik deze vrijdag upload. Dus als ik dan vrijdag ga streamen, dan zou dat vanavond zijn. Wow, ik geef terug. Maar dat weet ik nog niet zeker. Hé, wat de... Oeh. Ik dacht even, ik kan mijn pickaxe niet meer terugkrijgen. Oh my god. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar in ieder geval, als mijn maten... Ben maar chef. Nice. Maar als mijn maten er zijn, ga ik natuurlijk niet... ga ik natuurlijk niet streamen en video's maken en zo. Dan ga ik gewoon... Ja, dan ga ik gewoon met hun film kijken of weet ik veel, of zelf met hun gamen, maar ja. Ik denk niet dat ik dan zou gaan streamen. Dus ja, één weekendje niet. Sowieso geen stream weekend, denk ik. En misschien heel misschien dan vrijdag. Maar ja, ik ben 24 maart, dus jarig. En ja, ik denk wel dat het gezellig wordt met mijn maten. 0,0 diamonds. Oh, wel emeralds, zo te zien hier. Die neem ik ook gewoon met Silk Touch mee. Is altijd wel handig. Silk Touch. Thanks. Ik heb expres geen efficiency meegenomen. Omdat ik... ja, niet kwijt wil raken natuurlijk. En ik had zo'n gevoel dat ik vandaag misschien wel eens dood zou kunnen gaan. op Minecraft. Want het is de laatste tijd met die skeletons en al die... dingen allemaal zo ge-upgrade dat die dingen zo gevaarlijk zijn geworden. Dat is gewoon niet meer leuk. Ah! Creepers. Dat is ook niet meer leuk. Ah, kom op, man. Zo, die is ook dood. Ik heb nog geen diamonds gevonden. Dat valt op zich nog wel tegen eigenlijk. Normaal vind je hier wel wat diamonds of zo, maar... Nog niks. Nog niet. Nee, nog steeds niet. Nog steeds geen diamonds. Hier ook niet. Ergens om het hoekje. Nope. Weird. Zo, even... De lava veranderen in obsidian. Hier nog eens diamonds. Nee. Nope. Dus ja, ik heb eigenlijk niet veel om te vertellen in ieder geval. Jezus, ik schrok kapot, man. Omdat ik nu dus niet de reacties bijpak. Omdat ik dat wil doen met de Q&A, waar ook nog een video van komt. Wanneer dat de video komt, dat weet ik nog niet. Maar die komt binnenkort. Oh my god. Oh, ik schrok al. Damn, dacht ik. Mijn water weg. Maar gelukkig. Ik heb het nog. Laatste torch alweer. Wauw. Gaat snel.
Zo. Daar ik even wat troep in de lava gooien. Als ik dit zo zie. Hallo lava. Hier, ik ga jou eten geven. Alsjeblieft, alsjeblieft. Jij hier en jij. Zo, redstone. Ik neem het redstone, een paar blokken redstone mee. Die kan ik dan met Fortune gewoon hakken. Voor sommige redstone projecten wat ik nog misschien wil gaan doen. Ik heb nog niks echt in gedachten voor projecten van redstone. Maar misschien dat ik binnenkort wel weer iets vind. Oh jawel, ik heb nog wel iets. Natuurlijk die lantaarnpalen. En dat nieuwe huis, daar wil ik ook natuurlijk weer automatisch licht en zo hebben. En die lantaarnpalen wil ik ook automatisch licht maken. Wauw, ongelooflijk jongens. Echt mega grote laadpool. Ik hoor een creeper. Ik wou net zeggen, ik hoor een creeper. En dat klopte dus ook. Licht. Wat is dat? Oké, daar zit nog meer lava. Ik kan niet geloven dat hier geen diamonds zitten. Dat kan toch gewoon niet? Ik zag daar wel een creeper, jongens. Niet zo denken van, oh mijn god, hij zag het niet eens. Ik zag het wel. Maar die creepers zijn weer derpy, derpy, derp. En die gaan gewoon zo la 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 lava in. Dus dat is chill. Ik hoef echt maar een paar blokken redstone. Ik hoef misschien een stack en dan done. Want dan heb ik wel genoeg, denk ik. Want ja, als er nou 30 mee te pakken en de rest niet, dan vind ik ook zo van onzin. Dan kan je net zo goed niks mee pakken, want ja, je kan één hele stack vullen dus. Met bloks, dus ja. Wauw. Oh ja, dat klopt hè. Als je nu monsters in de fik zet en ze hitten jou, dan ga je ook in de fik. Seems legit. Nou, eigenlijk is dat wel slim gedaan. Eigenlijk behoort dat ook wel. Lappies! Oh my god. Zombies, waar ben je? Daarboven zeker, of niet? Heb ik mijn brightness op bright? Yep. Ja, ik snap niet. Oh. Gek, je duwde me bijna het lava in, hè? Oeh, dat was zo pist geweest. Ga dood, kom op. Oh, die lightning bugs ook overal, hè. En nergens een fucking diamond te zien. Echt, jezus. Ik heb de laatste tijd echt heel weinig geluk weer met de diamonds. Dat is echt heel raar. Hier, weer geen diamond te zien. Nou ja, en die monsters die... Oh, daar emeralds. Nice. De monsters die overal en nergens eruit vallen. Oké, daar ging net dus iets dood. Iets. En die zag de particles. Maar nog steeds geen dia. Wat slaat dit op, jongens? Kom op, hé. Minecraft. Kan ik daar net niet bij? Nee, natuurlijk niet. Zo is makkelijk gaan, hè. Zo. Hier ook geen diamonds. Nee, ook niet. Ook daar niet. Ik zit toch wel op diamond level 13. Ja, dit is diamond level. Oké, gold neem ik mee. Ik mine bijna een blok onder me. Weet je hoe stom? Oké, dit is ook stom. Nog steeds geen diamonds. Slaat nergens op, mensen. Kom op, zeg. Minecraft, why are you trolling me? Dit is misschien wel een beetje heel slecht commentaar, jongens. Maar ja, ik heb niks om te zeggen. Want, ja. Cave video's zijn video's waarbij je weinig kan vertellen. Of je moet vragen hebben. Dus ik denk dat Q&A wordt ook echt een cave video. En dan vragen erbij of zo, weet ik veel. Maar dat weet ik nog niet zeker. Dat moet ik nog even gaan bekijken. Ik vind deze emeralds natuurlijk wel best veel, eerlijk gezegd. Dat is op zich wel chill.
Kom op jongens, als ik nou gewoon wat diamonds vind. Ik heb nog geen één diamond gevonden. Ik ga straks wel gewoon op screen verder hoor. Want het ziet er wel echt naar uit alsof je daar gewoon in één keer een hele hoop diamonds te vinden zal. Ik weet niet hoe lang dat ik nog offscreen doorga. Of ik überhaupt nog lang offscreen doorga, dat weet ik nog niet. Maar ik ga wel eventjes nog door. Dus diamonds zou ik vinden. Ik zou vast en zeker wel wat diamonds vinden, maar. Nou, even wat redstone meenemen dan. Deze ook dan. Met silk touch, omdat het kan. Dus het zou goed zijn dat ik gewoon diamonds al lang heb gevonden, maar dat ik ze gewoon niet heb gezien ofzo, weet je wel. Omdat het gebeurt wel eens. Dus. Emeralds, again. Oh ja, daar zag ik net ook trouwens nog een emerald spot, hè? Alleen ben ik weer vergeten waar die was. Dus. Helaas. Lol. Still no diamonds? Come on. You gotta be trolling me. Dit is echt balen, jongens. Nee, ik vind maar geen diamonds. Wel van allerlei andere soort spul, maar. Oh, fuck jou, skeletons. Echt, skeletons zijn nu echt de klootste dingen in het hele spel. Echt, eerlijk waar. Moet je kijken, ik kan niet eens dichtbij komen meer, jongens. Slaat nergens op. En dan schieten ze ook nog zo snel achter elkaar met dikke knockback. Slaat nergens op, echt. Dan moeten ze echt gewoon. Dan moeten ze weer gewoon terugzetten, want dit is zo. Ja, dus. Oeh, die zit lava onder, of niet? Je ziet je wel. Hé, hey, er zat straks toch een band mineshaft. Waarom ging ik daar niet heen? Oh, weer emeralds. Hallo, emeralds. Hier zou nog wel eens diamonds kunnen zitten. Ziet er wel als een diamond plek uit, in ieder geval. Oeh, dat ging me net goed. Hé, hey, hier is de band mineshaft. Lol. Oh mijn god, ik hoor poisonous spiders. Nee, dat vind ik niet leuk. Hé, hey, nog meer emeralds. Jezus, ik vind wel veel emeralds. Lava. Lava weg. Nog meer emeralds. Kijk, als het nou zo ook met diamonds zo zou gaan. Zo van, hey, diamonds. Hey, nog meer diamonds. Soms heb ik dat wel hoor, maar vandaag niet. Zo. Het is trouwens ook redelijk lang geleden dat ik weer echt flink heb gecaved. Ik ga nu die mineshaft in, denk ik. Zo. Oh. Daar zitten spiders. Oh, er zit er eentje. Oh, het is geen poison spider. En hier zit wel een gezellige zombie. Hallo, zombie. Laat hier een klein beetje verlichten. Hier komt daar een skeleton in de hoek omgezet. Let me op. Uh-oh. Hier wil ik niet mee te maken krijgen. Stomme poisonous spiders. Wat ik trouwens eigenlijk. Oh ja, dat had ik op mijn zwaard. Ik zat weer te denken van, wat heb ik eigenlijk op mijn zwaard? Daar heeft lava gezeten. Oké, jongens, sorry dat het een beetje raar commentaar is. Maar. Ja, ik weet echt niks om te vertellen. Ik heb geen leuk verhaal of zo. Op het moment. Ik zit echt te denken aan iets. Of ik iets kan herinneren van grappige verhalen. Of weet ik het. Ups. Jullie gaan weg. Oké, ik hoor skeletons. Dat is ook altijd wel gezellig. Not. Oh my god. What the fuck? Oh, van boven. Wat? Waar ben je? Daar.
dat vu, echt jongens, eerlijk waar. Go op, skeletons. Oh, hier ben ik al geweest. Oh, lol. Ik wil daar niet heen. Ik wil die poison spiders niet. Lekker doorrennen. En komen ze achter me aan, of niet? Ah, hallo, creeper. Ik moet toch even iets te zien daar, maar... Dat is niet waar, dus... My mind is trolling me. Oeh, een chest. Wat zit erin? Kool en wat brood. Melons, iets heb ik niet nodig. Die heb ik al. Melons. Welk laag zit ik? 29. Niet echt een laag voor tijd. Oh mijn god. Kijk die al die elements, jongens. Zou ik daarheen gaan? Ik ga hierheen. Oeh, ik ga hier niet heen. Ik ga eerst die creeper even... Zo, en jou kan ik zo wel aan, dat maakt hem niet uit. Zo. Oh, hier ben ik al een keer geweest, volgens mij. Lol. Oké, die enemies, die wil ik niet aankijken. Dat is... Met fire respect gaan ze alle kanten op, hè, dan. Ik wil jullie niet aankijken. Oké. Okay. Niet boos worden, niet boos worden. Ben ik hier al geweest? Ja, ik ben hier... Oh ja, hier was ik net. Lol. Ik ben weer een rondje gelopen. Oh, dit is een silkfish. Wow, al die spiders, jongens. Ik wil er niet mee te maken krijgen. Want die dingen vind ik echt irritant, jongens. Dan ga ik deze kant weer gewoon op. Nog meer iron. Ik wil eigenlijk gewoon heel veel iron meenemen. En lapis en gold en... Diamonds natuurlijk. En ik zit nu in één keer te denken. Ik kan makkelijk redstone meenemen. Omdat redstone nu ook in blok kan maken. Dus dan kan je ze ook gewoon veel makkelijker opbergen. Dit is een creeper. Meen je dit nou? Ik was toch gewoon ver genoeg? Of nog een creeper. Gewoon wat kan. Ah, kom op man, creeper. Dit is een ravijn. En op welk level ben ik? Ik ga eerst even hier even een boel verlichten. 27. Ah, mijn jazzpiece is kapot. Of course. Oh, echt jongens, kom op man. Oké, ik ga hier even in de hoek. Oké, ik dropte in één keer het kool. Random. En jij kan weg. En ik wil jou ook niet in mijn inventory hebben. Kool mag ik. Wil ik terug hebben. Ik kom op. Goed zo. Even een crafting table maken. Dan maak ik even een furnace. Zet ik even neer. En dan doe ik 1 kool in. En 64 iron. Dat is nooit genoeg 1 kool om het allemaal te... smelten, maar dat was ook niet de bedoeling. Ik wilde gewoon even een iron chest. Oh my god. Nee. Niet doen. Vind ik niet leuk voor jullie. Niet aardig. Oeh, ik kreeg een poison. Nice. Ik had er niet bij. Damn it. Die span is kapot. Mooi. Oh, ik vind echt altijd zulke rotbeesten. Dat is echt niet normaal. Lava. Heel veel lava. Heel veel lava. En nergens diamonds. Nergens diamonds. Again. Oeh, ik moet niet te ver weggaan. Want anders dan krijg ik dadelijk de furnace kwijt met iron erin. Oeh, gold. Neem ik wel even mee. Oké, ik ga ik denk het hier afsluiten. Ik denk dat ik best wel lang bezig ben. Ik wil jullie allemaal bedanken in ieder geval voor het kijken naar deze video. Commentaar is een beetje raar, denk ik. Een beetje raar.
Maar ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. Geef hier natuurlijk groen duimpje als je het ook leuk vond. Het is natuurlijk een cave-video, niet iedereen vindt het leuk. Maar ik heb dat expres gedaan omdat sommige mensen ervoor hadden gevraagd. Die vinden het wel leuk om te zien, dus vandaar. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en ja, tot de volgende keer natuurlijk. En dan maak ik even gauw nog een chest piece, zo, plup. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.